Elk jaar wordt er gekeken hoe het gaat met de rule of law. De mate waarin je in een rechtsstaat woont of leeft en werkt. Dat is belangrijk voor je rechtszekerheid. De Verenigde Arabische Emiraten scoort daarbij in vergelijking met Noord-Europese landen niet goed. Helemaal niet goed. Maar. De Verenigde Arabische Emiraten zijn de beste van het Midden-Oosten. En ik zeg heel expliciet Noord-Europese landen, want de Verenigde Arabische Emiraten staan qua rule of law boven Griekenland, boven Roemenië, beide in de EU. Zelfs iets boven Polen. Niet meteen een land wat je associeert met rechtloosheid, tenminste, dat hoop ik dan. Dus, is het even ver ontwikkeld als in Finland, Noorwegen, Nederland en Denemarken? Nee. Is het het beste van de regio? Ja. Is het beter dan sommige landen in de EU? Ook ja. Gaat het vooruit of gaat het achteruit? Goeie vraag, Nederland is iets gedaald. Het gaat een beetje vooruit, niet heel hard. Nou, volgend jaar, nieuwe rondes, nieuwe kansen. En ik realiseer me heel goed dat die ranglijsten nou ook weer niet alles zeggen. Maar ze geven wel een indicatie.